maken. Ik ga kip, een hele kip zoals je ziet, in de oven doen. Ik heb een grote kip, want ik heb vanavond girlsavond. Ik heb de kip al schoongemaakt. Ik heb de vel er al afgehaald. Dat kan je met de schaar makkelijk eraf knippen. Dat vind ik gewoon heel handig. Of je kan het gewoon wegsnijden. Maar ja, met de schaar werkt het gewoon wat praktischer. Ik heb het in citroenwater. Zoals je ziet heb ik er nou water erin. Ik heb citroen erin gedaan met water. Want dat doodt snel de bacteriën. Ik kan het ook met azijn, natuurazijn eroverheen gooien. Ik ga hem nu kruiden. Wat is de bedoeling? Ik kruid de kip. En wat ik doe, is biologische soepgroenten erin doen. Van Biotrend. Deze koop ik bij de Lidl. Deze is 1,85 of 1,89 bij de Lidl. Super goedkoop en het is biologisch. Hier zitten worteltjes in. Bloemkool, mais. Prei, dacht ik. Oh nee, koriander. Nee, echt van alles zit erin. En dit ga ik in de kip zetten. In de kip, ja, ik ga hem opvullen met groenten erin. En omdat het nog bevroren is, want het is gewoon bevroren groente. Als het zeg maar gaat smelten in de oven, dan wordt het een lekker zuurtje. Dus de groenten worden niet droog. Het blijft lekker sappig door de water wat er van afkomt. En doordat ik de kip heftig zal gaan kruiden, zal de kruiden ook over de groenten heen komen. Dus dat is gelijk je jus. Ik zal dit trouwens maken met gele rijst. Hoe ik dat maak, dat laat ik dadelijk wel zien. Nou, wat doe ik als eerst? Zoals jullie weten ben ik fan van badia kruiden. Ik noem het Antilliaanse kruiden. Want veel Antillianen gebruiken dit. Deze is complete seasoning. Super lekker. Dit is de adobe seasoning white pepper. Super lekker ook. Dit is met witte peper dus natuurlijk. Goya adobe, dat is ook als seasoning. Dat is ook heel lekker. Het gaat mij gewoon puur om de smaak. Antillianen houden van lekker veel smaak. Dus dat is de bedoeling. Ook hier weer gooi ik er wat in. Draai ik de kip om. Zorg dat je geen plekje vergeet. En dan zet ik de adobe badia seasoning. Het valt me op dat het allemaal hetzelfde heet trouwens. Maar de smaken, dat is niet helemaal hetzelfde. Het zal vast wel in de ingrediënten zitten dat daarin het verschil zit, maar goed. Is even wat, even kijken, bij de Albert Heijn, dus... Ik gebruik 1, 2, 3, 4, 5 teentjes. Grote teentjes wel. Ik heb een truc hoe je snel een schil van knoflook af kan halen. Want dat duurt altijd 10 jaar lang. Ondertussen heb ik de oven al aangedaan op temperatuur. Ik heb hem nu op 150 graden gezet. Zodat het pas warm kan worden. Voor verwarmen. Kijk, ik zet de knoflook hierin. Zet ik een deksel eroverheen en dan moet je heel hard schudden. En tada! Alle schillen zijn eraf. Tada! Handig, hè? Kijk. En de laatste. En dan blijft alleen de schil dan nog over. En die kan je makkelijk in één keer weggooien. Ja, knoflook, jullie weten hoe dat gaat. Persen. En het is belangrijk dat je veel knoflook erin zet. Dat kan je makkelijk met een mes, zo op deze manier, zo eraf schrapen.
Probeer bij elke gleufje ook wat knoflook te zetten. Smeer het zoveel mogelijk uit dat het goed verdeeld is. Probeer het ook onder de huid te zetten, hè? Zoveel mogelijk. Want dan kan het beter intrekken. Of als je een paar sneetjes maakt in de kip, dan kan het ook goed intrekken. Ik zeg altijd, hoe meer knoflook, hoe lekkerder. Maar goed, ik weet niet of je echt een knoflookfan bent. Ik wel. Kijk, dit is echt heel handig. Zie je dat? Als je het met de mes even eraf schraapt, want dan blijft er echt niks meer over. En deze zet ik dan bij de nek. Zo. Nou, dan is dat in ieder geval gedaan. Wat ik nu ga doen, ik hoop dat het goed te zien is zo. Pak een kruidnagel, kan je gewoon kopen bij supermarkten. Let op, eet niet op mensen. Dit is hoe het eruit ziet. En dan zet je het ertussen. Prikt het gewoon in het gaatje. Zo. Het is een beetje moeilijk opnemen op deze manier, maar ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien. Kijk. Zie je, hier heb ik dan de kruidnagels ingedaan. Oké. Dan gooi je nog een beetje citroen eroverheen. Dat is een lekkere smaak. Citroen zorgt er ook voor dat je kip niet aanbrandt, hè, aan de bovenkant, dat het niet droog wordt. Als het in de oven zit, moet je ook regelmatig de jus eroverheen gooien. Dus om de 10 minuten, om de kwartier. Want dan blijft het vlees lekker sappig, lekker mals. Ik gooi ruim... hoeveelheid, gewoon een hele citroen. Neem niet de pitten mee. Dat wil je mensen niet aan dat ze pitten eten van een citroen. Zo. Nou, heb ik de citroen overgegooid. Wat ik nu ga doen is het opvullen met soepgroenten. De kip heb ik trouwens gehaald bij de slager, bij Marokkaanse slager. Of Turks, zoals die Turkse slager. Zijn ze meestal goedkoper. Ik weet nou niet of dat klopkippen zijn. Ik ben daar nog steeds niet over uit. Als jullie dat weten, laat het even in een comment achter. Ik heb regelmatig... Of tenminste, nee, ik jok. Ik heb aan de meneer, de eigenaar van de zaak, gevraagd... of de biologische vlees wat zetten. Wat ik mij niet kan voorstellen, omdat de vlees altijd zo goedkoop is... Maar hij wist daar zogenaamd niet de antwoord van. Hij is de eigenaar, maar hij weet niet waar zijn vlees vandaan komt. Snap jij het? Maar goed. Dan heb ik eigenlijk al mijn antwoord al. Hè? Want deze meneer die had al in de gaten dat ik bewust wil zijn van wat ik eet. Maar ik heb het alsnog gehaald hoor, daar niet van. Want ja, het is cheap. Maar ik probeer wel meer biologisch vlees te eten. Als we van onze huwelijksreis komen, zal ik daar wat meer bewuster mee omgaan. Alleen het is allemaal zo duur. En het is niet overal verkrijgbaar. Meer via internet en zo. Dus dat maakt niet uit. Ik kan gewoon zo'n pakket bestellen. Maar als jullie willen weten waar je dat kan bestellen, laat me weten. Dan zal ik jullie dat wel antwoorden. Zie je, ik zit het trouwens helemaal vol, hè. Maar wat mij zo dwars zit, is dat, kijk, je hebt van die Nederlandse slagers die biologisch vlees verkopen. Maar hoe zij de vlees weer slachten, is dat ze, of de dieren slachten, is dat ze zeg maar, de dieren toedienen met verdovingsmiddelen. Wat dus veel pijner lijkt te doen bij de dieren dan dat je het gewoon bij de keel snijdt.
Ze geven dus eerst verdovingsmiddel en daarna pas gaan ze met zo'n pistooltje bij hun hoofd keihard tikken, waardoor ze dus doodgaan. Maar goed, dat is niet de Bijbelse manier over hoe je dier moet doden. De Bijbelse manier is, en ook volgens de islam en de Joodse geloof, is het gewoon dat je de keel moet doorsnijden en het dier moet laten doodbloeden. En gewoon het bloed moet laten stromen. De dier die raakt dan gewoon langzaam in een soort van slaap, hè, want het verliest zijn krachten. Het klinkt heel wreed, maar ja, dat lijkt me toch wel de beste manier om een dier te slachten. Wat ik zo... ik gooi het trouwens ook eroverheen, omdat we heel veel mensen hebben, trouwens. Straks. Kijk. Tadaa. Dat is hoe het eruit ziet. Wat ik ook vervelend vind, is dat je dan moet kiezen tussen die twee. Dus of biologisch vlees eten en dan... of het is biologisch vlees eten en hebben ze verdovingsmiddelen binnen, wat ook totaal niet gezond is. Of je gaat bij een Turkse slager of Marokkaanse slager en... ze hebben waarschijnlijk plofkippen omdat het zo goedkoop is. En zogenaamd weten ze niet waar ze hun vlees vandaan halen. Ja. Oké, even weer terug naar het onderwerp. De kip. Omdat het zoveel groente is, probeer ik een bouillonblokje eroverheen te doen. Normaal doe je een kipbouillonblokje of groentebouillonblokje, maar die zijn van mij op. Dus ik gebruik gewoon even een visbouillonblokje. Dit is trouwens gewoon Knorr hoor. Dit is gewoon Knorr-merk. Maar ik heb het bij een Turkse zaak gehad, dus dan staat het vaak ook in het Turks. Dus ik heb een visblokje, maar goed, ach joh. Proef je niks van. Dus ik gooi dat, ik pers het fijn. En dan gooi ik het eroverheen. Gewoon voor de smaak ook. Ik doe er 2. Zo. Even kijken. Doe ik nog wel. Dus ik heb 3 bouillonblokjes gebruikt. En ja, en als je iets niet lust, mensen, dan kan je er altijd een vervanger voor nemen. Ik bedoel... Ik hiel niet van erwten, maar op deze manier vind ik het gewoon zo lekker. En als je het niet lekker vindt, kan je het ook gewoon met snijboontjes, diepvriese snijboontjes. Alles wat diepvries is eigenlijk, kan je er gewoon in gooien. Ik gooi toch nog een beetje van deze kruiden eroverheen, over de groenten. Omdat het gewoon zoveel is, ben ik gewoon bang dat het anders niet genoeg smaak heeft. Nou, dat was het. Als je wilt kan je nog een beetje olijfolie eroverheen doen. Maar dat hoeft eigenlijk in principe niet. Want de kip heeft al heel veel vet van zichzelf. Dus ik ga dat niet doen. Ik ga er wel een beetje aluminiumpapier overheen doen. Zodat het goed gaar wordt van binnen. Als je aluminiumpapier eroverheen gooit, wordt het goed gaar van binnen van de kip. En dan na een half uur of na 3 kwartier haal je de aluminiumpapier eraf. En dan laat je dan weer verder koken. Dit gaat ongeveer een uur, anderhalf uur in de oven. Hij is niet groot genoeg om helemaal open te kunnen, maar dat maakt niet uit. Het gaat me even om dat de kip goed bedekt is. Dat is het voornaamste. Als je geen citroen hebt trouwens, dan zou ik wel even wat alle olijfolie eroverheen doen. Om te zorgen dat het niet de bovenkant snel aanbrandt. Ook al heb je een aluminiumpapier eroverheen. Zo, ik zet hem op... even kijken hoor. Ik zet hem op 200 graden. En op deze stand dat de hitte van boven en van beneden af komt. En dan zit hij er hier in. Daar zit hij in.
Dit blijft zo'n anderhalf uur erin. Ondertussen kan ik bezig zijn met de rijst. Ik heb nu, even kijken, 2,5 scheppen van deze mokken erin gegooid. Want we gaan met z'n vieren eten. Ik kan beter te veel rijst hebben dan te weinig. Dit zijn de kruiden om het geel te maken. Deze kan je halen bij Marokkaanse en Turkse zaakjes. Ik gooi 2 van die zakjes hierin. Kijk, zo ziet het eruit. Met water en dan laat ik het koken en dan wordt het gewoon vanzelf geel. Dus niks bijzonders. Ik hoef geen extra kruiden erbij te doen, want de vlees en de groenten zijn al erg gekruid. Dus dit laat ik zo. Oh, ik ga er wel wat uitjes doorheen gooien trouwens. Uitjes gooi ik er doorheen, want dat is wel lekker voor de smaak in de rijst. Oké, tot straks. Mijn batterij is bijna op. Sorry hoor, mijn batterij die ging net dood. Even kijken. Nou, ik heb dus de lavekruiden heb ik erin gegooid. 2 heb ik erin gedaan. En dan zie je dat het een gele sausje wordt. Ik heb er een 1,5 uitje in gegooid. Gewoon van die kleine uien, niet groot. En ik had nog een klein beetje gembersap over. Dus gewoon de gember had ik in de vriezer gezet. En heb ik uit de vriezer gehaald. Heb ik in een bakje in de koelkast gedaan. En dan gaat het een beetje smelten. En dan laat het zeg maar een soort van sap over. Ik heb een klein beetje gembersap daarvan erin gedaan. Dit is een optie hoor mensen. Ik probeer het voor het eerst gember er doorheen. Want zoals ik al zei, ik wil zoveel mogelijk gember gebruiken. Want dat is gewoon hartstikke gezond voor je. Ja, en dan roer je het. En voilà. Soms, ja, als je wil kan je ook een bouillonblokje hierin doen. Maar ja, ik vind dat niet nodig omdat we al zoveel kruiden al in het eten hebben. Zo. Nou. En dan ga ik hem erop zetten. En dan is die over 15 à 20 minuutjes klaar. Dit is dan eindresultaat. Dit is hoe het eruit ziet. Kip is nou helemaal gaar. Voilà. En dan hebben we hier de peper die ik er zo meteen bij ga doen. Deze heb ik al eerder laten zien. En dan hier de gele rijst. De uien zitten ertussen, je ziet het alleen niet. De verlichting is een beetje slecht, omdat we nou met kaarslicht hier zitten. Dus, bon appetit!